Today. Indiaanse regering herdenkt 150ste geboortedag Mahatma Gandhi wereldwijd met fietsentour. De Indiaanse ambassade in Paramaribo heeft ter memoreren van de 150ste geboortedag van Mahatma Gandhi een fietsentour gehouden. Dit vond plaats op zondag 9 juni jongstleden. De 9,9 kilometer fietsentocht had als doel om een goede gezondheid te bevorderen en is wereldwijd gehouden. De ministers van Natuurlijke Hulpbronnen Sergio Akimboto en Sport- en Jeugdzaken Lalini Gopal hebben deelgenomen aan het wielren-evenement. Volgens de NH-topman is wederom bij de laatst gehouden grootste democratische herverkiezingen van de Modi-regering de visie van Mahatma Gandhi tot uiting gekomen. Ook maakte minister Akimboto gebruik van de gelegenheid om te confirmeren dat de Surinaamse regering het initiatief van de Indiaanse regering voor een goede en gezonde leefstijl volledig ondersteunt. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.